Hey, heel wat mensen hebben last van hun rug. Jij misschien ook wel. Heb je wel eens last? Doe dan gewoon even mee. We gaan enkele oefeningetjes doen die heel goed gaan doen om je rug wat te stretchen. Dat voelt echt, ja, heel veel mensen geven aan dat dat ontspannen aanvoelt. Waar mag je mee beginnen? Om te beginnen gaan we gewoon al eens ons bekken kantelen. Wat houdt dat in? Probeer wel je knieën neutraal te houden, dus duw je knieën naar je voeten toe, dat je je knieën niet gaat overstrekken. En wat ga je doen? Je gaat je schaambeen naar voren duwen en nadien je staartbeen naar achterboven bewegen. Dus je schaambeen naar voren, staartbeen achterboven. Dan kan het helpen om ofwel je handen hier in je zij te zetten en met je handen zo mee te bewegen. Ofwel zet je één hand op je schaambeen, andere hand op je staartbeen en doe je even dit. En dat kan heel goed doen als je last hebt van je onderrug. Forceer die beweging waarbij je je staartbeen naar achterboven brengt. Forceer die niet, want je gaat je rugspier korter maken. Dus daar komt wel extra druk op die spier. Dus op die manier gewoon je bekken kantelen. Nogmaals, probeer je knieën niet mee te overstrekken. Dus schaambeen naar voren, staartbeen naar achterboven. Dit is zoiets als ik soms toch eens iets voel in mijn onderrug, dan is dit iets wat ik regelmatig zo eens even doe. Zo, gewoon je bekken kanten. Oké, volgende oefening is om met je linkerhand je rechterbil te tikken en met je rechterhand je linkerbil. Forceer niets, luister naar je lichaam. Als je pijn voelt, dan stop je maar. Dat is niet de bedoeling, het is juist de bedoeling dat dit goed aanvoelt. Dus met je rechterhand tik je je linkerbil en omgekeerd. Een paar keer. Doe maar mee. Oké, dan mag je hetzelfde doen, maar je gaat je oksel tikken. En kijk maar mee die uitgestoken hand achterna. Oké, dan mag je je bovenarmen vastnemen. Je neemt dus met beide handen je bovenarmen vast. Je brengt je ellebogen op schouderhoogte. Je duwt die ellebogen zo ver als je kan naar voren. Je gaat je kin naar je borstkas brengen. En op het einde ga je je schaambeen ook nog een klein beetje naar voren duwen. Dus niet vergeten te ademen als je dit doet. Doe dat maar 2-3 keer. Dus je ellebogen op schouderhoogte. Ellebogen zo ver als je kan op schouderhoogte naar voren duwen. Kin naar je borstkas. En je schaambeen naar voren duwen. Dan ga je heel die lange rugspier voelen rekken. Kan echt wel goed doen. Dus bovenarmen vastnemen. Ellebogen op schouderhoogte. Ellebogen naar voren duwen zo ver als je kan. Kin naar je borstkas. En je schaambeen een klein beetje naar voren duwen. Vergeet trouwens niet te ademen terwijl je dit doet. Dat klinkt misschien heel logisch. Maar in de praktijk zien we vaak dat mensen, als ze aan de slag gaan met spierverstevigende oefeningen of dit soort stretch oefeningen, als ze gewoon zo geconcentreerd zijn op die oefening dat ze vergeten te ademen. Oké, nog enkele oefeningen op de grond. Eventueel neem je er een matje bij. Oké. Wat mag je doen? Je zet je op handen en knieën, de vierpuntshouding. Handen onder je schouders, knieën onder je bekken. Je knieën op bekkenbreedte, hè, dus niet te ver uit elkaar, niet tegen elkaar. Ongeveer hier je bekkenbreedte. Wat ga je doen? Je gaat jezelf eens heel bol en hol maken. Dus eigenlijk breng je je kin en je schaambeen naar elkaar toe. En dan de achterkant van je hoofd en je staartbeen naar elkaar toe. Ook dit wordt door heel veel mensen ervaren als aangenaam. En nog een laatste oefeningetje. Is eerst even op je hielen gaan zitten. Dan kan je je eens goed lang maken. Dan ga je geleidelijk aan naar hier komen. Probeer je zitvlak op je hielen te houden. Je vingers zo ver mogelijk naar voren te brengen. En dan kan je eventueel, wees voorzichtig,
richting, maar ook nog eens je bekken richting je handen bewegen. En dan richting het plafond kijken. De zogenaamde cobra stretch. Dus, en dan terug. Hier. En terug. Nogmaals, forceer niets. Luister naar je lichaam als je pijn voelt. Pijn is een duidelijk signaal van je lichaam, is niet oké. En dan stop je maar. Dus. Oké. Dus als je zo wat last hebt van je rug, dan ga je zeker maar mee aan de slag met dit soort oefeningetjes. Het kan echt heel goed aanvoelen. Kan echt ontspannen aanvoelen. Dus maar nogmaals, forceer niets. Luister naar je lichaam. Ga er zeker maar mee aan de slag. Tot de volgende. Bye.